En normaal raak je eerst hamburgers als je de slurf uitkomt. En hier heb je gewoon meteen eerst ook wat. Toyota, sorry. Welkom weer bij een nieuwe video. En het is niet alleen een nieuwe video, maar ook een nieuwe reeks, want dan gaan we naar Amerika. We gaan 3 weken, dus dat betekent dat er weer zo'n 21 video's online komen elke zaterdag. We maken ons op voor de langste reis ooit, want we moeten geloof ik 14,5 uur in het vliegtuig zitten, want we vliegen van Düsseldorf naar Las Vegas. En we hebben deze keer 2 overstappen. Hebben we normaal gesproken nooit, maar ja, omdat nou de tickets zo duur waren, hebben we het nou 1 keer wel gedaan. En waar gaan we naartoe? We vliegen dus naar Las Vegas, waar we eerst een paar dagen zijn. Dan rijden we door naar Los Angeles, waar we naar Disney gaan en Universal en Six Flags en zo. Dan nemen we een cruise van Los Angeles naar Mexico. Dat is voor de eerste keer dat we aan de westkust een cruise hebben. En dan aan het einde gaan we nog terug naar Las Vegas voor een weekje en dan vliegen we naar huis. We rijden zo naar Düsseldorf. We hebben een overnachting met parkeren en morgen vroeg gaan we al om 7 uur vliegen. De hondjes zijn al weggebracht. De koffers die gaan we nu inpakken en dan gaan we met de auto naar Düsseldorf. Zo, de koffers zijn klaar. We kunnen bijna vertrekken naar Düsseldorf. We zijn ongeveer een half uurtje onderweg. We gaan even stoppen om te eten hier bij de snelweg. We trainen eventjes via de tunnel om de snelweg door. We zijn op het vliegveld bij de Holiday Inn. Alleen we hadden het verkeerde hotel ingevoerd, dus we stonden in het centrum. Maar dan hebben we toch het goede hotel gevonden. We hebben net ingecheckt. Ik ga hier bij McDonald's even drinken halen. Dan gaan we zo naar de kamer. Oké, het kamertje voor de komende paar uur. Want we moeten natuurlijk al... laat me het opstaan, 3 uur of zo. Oh, loopt hier de koffer aan. Televisietje. Even kijken naar buiten. Oh, loopt dit bed aan. Even kijken, want volgens mij is... het vliegveld kan je vanaf hier net niet zien. En de McDonald's, waar we net waren, ook niet. Nou, de drankautomaat op onze verdieping die is een beetje leeg, dus dan gaan we weer terug naar de Mac om nog wat drinken te halen. En dit is het hotel trouwens, want we hebben best wel dorst, dus dan gaan we nog een keer wat drinken halen. Het zit wel vlak bij het station trouwens. Ik hoop niet dat, dat we er last van hebben. Hij is trouwens best groot, deze McDonald's. Die is 23 uur per dag open, is er wel, hè? Ja. Hij is tot 5 uur 's morgens open, dan gaat hij een uurtje dicht en dan om 6 uur gaat hij weer open. Oké, we zijn inmiddels op het vliegveld. Om 14:15 ging de wekker. Toen kwam de taxi. De taxi moesten we betalen terwijl die eigenlijk erbij hoorde, maar dan kijken we op de terugweg maar. En dan zit te wachten tot de balie open gaat. In Londen. We gaan nou even op zoek naar ontbijt. We hebben echt honger gekregen. Nou, we hebben een mooi sushi tentje gevonden als ontbijt. We zitten mooi aan de lopende band. Het is van aan het eten. Het is California Roll. Dat is niet. Dit is echt een leuk tentje dit. Zo, de sushi was lekker. We gaan nu naar de gate toe.
loop B46. Ik heb net nog even geslapen. Dus we kunnen fit het vliegtuig in. Oké, we kunnen zo instappen. Niet in dit vliegtuig, maar een andere. Oké, even wachten nog. Ja, we zitten in het vliegtuig. De piloot is aan het buiten. We zitten achter in het vliegtuig. Kijk, en we hebben hier op een plek van 3 stoelen hebben we 2 stoelen. Dus we hebben hier extra veel ruimte hier links. Met hem? Ja. Nou, wat mij betreft kunnen we, want er staat een hele file en staan allemaal op ons te wachten. Zo, we zijn geland. Op naar de customs. Oké, we zijn door de douane en zitten nu bij een eetentje te wachten. Gaan we eten. En dan gaan we daarna, over 3 uurtjes, hebben we de vlucht naar Las Vegas. Oké, het eten was lekker. We staan nu bij de Starbucks. Gaan ze nu al nog frappuccino pakken. Ik lust geen koffie. Dus ik sla over. Dit vliegveld is bekend van Die Hard. Deel 2. Die toren komt wel bekend voor. De kinderen willen nog donuts, maar ik weet niet of die hier nog zit, Dunkin' Donuts. Washington is echt een beetje een oud afgetrapt vliegveld hoor. Niet zo heel veel aan. Ah, hier is de Dunkin'. Zo, we zitten in het derde en laatste vliegtuig richting Las Vegas. We zitten weer bijna achter. Hey, waarom staat die Florida? Dus het is een kleine 5 uur vliegen. We hebben geen eigen schermpjes. Maar ja, dat kan er ook allemaal nog bij. De dag duurt al heel lang en duurt nog iets langer dus. Wat is het er van? Boom! En normaal raak je eerst hamburgers als je de slurf uitkomt. En hier heb je gewoon meteen eerste gokkasten. Zo, dan moeten we eerst de koffers ophalen. En dan gaan we de shuttle nemen naar Alamo. Om onze auto op te halen. En dan gaan we naar ons appartement. Ja, dan moeten we eerst met het treintje mee. Dat kon ik me niet meer herinneren van de laatste keer dat we hier geweest zijn. This station is for Terminal 3 ticketing, baggage claim en de e-gates. De laatste keer Las Vegas was 2011, maar de laatste keer dat we op het vliegveld zijn geweest is 2004 geweest. Zo, de koffers zijn er al. Nou, dan gaan we naar de auto. Adamo. Het is hier echt groot hier, de auto verhuurmaatschappij. En we gaan nu de auto halen in de garage. Kijk, zo groot is het hier. Oké, dit is hem geworden. Ziet er wel leuk uit. Volgens mij is het een... Ja, wat is het eigenlijk?
Hyundai. Toyota, sorry. Ziet er wel goed uit. Oké, we hebben ingecheckt in het Tahiti Village Resort, vlakbij het autoverhuurbedrijf. Ik zal even een rondje maken door de kamer die we hebben. Dit is dus het evacuatieplan, maar ja, dat is op zich niet zo... Even kijken, dan kom je binnen, dan hebben we hier de keuken. Koelkast en koffiezet, apparaat, wasfornuis. Dan hebben we hier een woonkamer. Met de zittafel, slaapbank, televisie en balkon. Zal ik zo wel even kijken. En dan gaan we naar de grote slaapkamer. Twee persoons bed. En een televisie. Hey. Enter for a chance to win a two-night stay. Oh, moet ik even naar kijken. Hier hebben we geen balkon, denk ik, of wel? Nee, maar dat maakt niet uit. We hebben een ander groot balkon. En dan hebben we hier de badkamer met twee wastafels. Een bubbelbad. Wc en een douche. En volgens mij is dit ook een stoomcabine of zoiets. Moet ik even uitproberen. Het is een soort Turk stoombad. Komt er dan uit. Tenminste heb ik gelezen. En dan ga ik nu even naar buiten, naar het balkon. Om te kijken, een gedeelte op de strip. Even kijken. We hebben best een groot balkon. En we zitten op de 9e verdieping. We hebben geloof ik ook nog hierboven een of andere uitzichtpunt op de 10e verdieping. Maar goed, dit is dus Las Vegas. Hiervoor is de Denny's, waar we zo nog even gaan eten, want we hebben echt honger. Dit is de rest van het hotel met zwembad. En dan is daarachter is de strip. Volgens mij is dat het nieuwe ijshockeystadion. Of voetbalstadion. Weet ik niet precies. En dan zit daar dus de strip met de Mandalay Bay. En al die andere hotels, MGM. Dus we hebben wel een leuk uitzicht. Veel lichtjes. Zo, we zitten dus lekker bij de Denny's. Natuurlijk weer een milkshake. Wat heb jij besteld? Mozzarella sticks? Ja. Savannah heeft besteld 16 nachos. Zo, Savannah, je nachos zijn gearriveerd. En die van jou. En mama heeft, ja, wat heeft ze? Moen over mijn hemmie. Een broodje ei. Zo. Een mozzarella steaks voor Timber. Oké, we hebben lekker gegeten. We gaan nu terug naar de kamer. We gaan slapen. Het is een hele lange reisdag geweest. En het resort laat ik morgen wel zien. Hoewel, hier kan ik trouwens even laten zien. Hier staan allemaal barbecues. Dan kan je dus zelf barbecuen. Allemaal van die grills en zo. Maar goed, dit is het einde van de video. Tot de volgende video.